order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals. Op 31 maart werd er in de raadzaal van het stadhuis een heuse wedstrijd uitgevochten. De vereniging uit Leeuward had bedacht dat er een Leeuwarden dicté moest komen. Waarom een dicté in een dialect, vroeg ik me af. De voorzitter van uit Leeuward, Johan Dalstra, gaf in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden een cursus in ons mooie dialect. En als afsluiting van deze cursus werd het Leeuwarden dicté in het leven geroepen. Pomeransen, met onder andere Rien Schratema, Anne Verdema en Anneke Douma, deden mee en verder natuurlijk de cursisten om het geleerde in praktijk te brengen. In de raadzaal zwoegden een 40-tal bekenden en onbekenden op dit moeilijk te schrijven dialect. Er is immers geen grammaticale onderbouwing, dus wordt er nogal wat verschillend gedacht over de spelling. Het leverde veel discussie op over de juiste schrijfwijze. Anne Verdema ging voor goud, maar moest zij meerdere bij de Pomeranten herkennen in Henk van der Veer. Een sneker notabene en tot grote hilariteit was de winnares bij de cursisten ook niet afkomstig uit Leeuwarden. Het mocht de pret niet drukken en met muziek van Melvin Eldik en onder gezang van aanwezigen werd deze bijzondere avond plezierig afgesloten. Komt er een vervolg? Alles lijkt mogelijk volgens Johan Dalstra. Dus zien we uit naar de volgende keer, waarbij we dan misschien een Leeuwarden mogen huldigen. Al is het alleen maar om de eer te redden. Mevrouw Meemela, ja. Waarom doet u mee aan het Leeuwarden dicté? Ik doe mee aan het Leeuwarden dicté omdat ik de cursus Leeuwarden dus gevolgd heb. En dit is een logisch vervolg. Ja. Een beetje een soort diploma krijgen. Ik weet niet of een diploma krijg, dat weet ik helemaal niet. Nee. Maar de cursus, hoe lang heeft u geduurd? 5 keer een zaterdagmiddag, een paar uurtjes. Ja. En waar kon u dat doen? Wat ben ik in het centrum? Ja, 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 in het HCL. Ja. En is het niet moeilijk, want er bestaat niet zoveel kinders overdag, heel wat. Nee. Dus speciaal. Ja, maar het heeft iets heel makkelijks. Je kunt het schrijven zoals je het spreekt. Ja, ja. Dat is handig. Ja, dat is heel handig. U komt uit Leeuwarden? Ja, oorspronkelijk uit Huizenmoor. Oké. Okay. Ik kom ook nog een echte Huizenmoor, maar goed, je bent Leeuwarden. Ja. En hoe wist u dat de cursus kon komen? Heb je dat gehoord of gelezen? Ik denk dat ik het gelezen heb in een huis aan het huis of zo. Nou, ja. Ik wens u heel veel succes met de dicté. Ik zal het wel eens doen. Ik vind daar niet al te verbaasd over deze witte, want ik heb in mijn totale levenssheet heb ik wel 25 à 30 jaar in Leeuwarden gewoond. Ja, dat is waar. Dus ik ben oorspronkelijk ben ik een Pingeler en ik heb in Harlingen op school geweest. Het is niet Leeuwarden, dus ook eigenlijk een beetje Harlings. Maar het is niet verwonderlijk dat ik Leeuwarden praat. Ik heb eigenlijk altijd dit soort taal heb ik dus altijd praat. En beroepsmatig algemeen beschaafd Nederlands, oftewel algemeen beschaafd Fries. Ja. 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 Maar hoe komt het dan zo dat je niet meer mee? Want er bestaat eigenlijk niet een echte schrijftaal van Leeuwarden. Geen woordenboek of zo? Nee, maar dat is juist de kleur. Okay. Er is een woordenboek. Ik heb een woordenboek, een Leeuwarden woordenboek. Ik hoor al dat er wat kritiek op is omdat dat eigenlijk dat de Fries is. Want je kan ze natuurlijk alle kanten interpreteren. Maar het is zo leuk dat het niet officieel als schriftaal bestaat. Want dat geeft je een bepaalde vrijheid om het fonetisch op te schrijven, net zoals je het zegt. En dat zal vanavond al een hele toer worden, maar ik vind het wel leuk. Want de Nederlandse taal is na het groene boekje
voor mij ook niet leuk meer. Nee, precies. Komijnen nog. En dat gaat er nog wel. Pannenkoeken. Pannenkoeken is heel erg. Apenkoeken. Precies. Maar dat is leuk. Dat is vind één. Dat is een leuk initiatief. Maar er is niet bij een schuiftaal. Dus hoe kan het goed gaan? Iedereen kan het doen. Ja, dit leggen wij op het bord van de jury. De jury, ik denk ook dat het heel laag wordt. Misschien gaat er ook wel een beetje overheen. Misschien moet je er wel lang op mensen van een bak zoeken. Ik weet het niet. Nou, nee. Ik wens je in ieder geval veel succes. Dank je. Ik ben Epke Dalstra, oud-Luwelle. Ik ben Pier Smits, ik ben Egger Luwelle, ik ben Ja, ik ben Ricky, nieuwe Luwelle, bekend van Benot. Ik ben Willem Wintus en ik kom uit Heerenveen, maar ik woon hier al jaren. Ik ben Geert Dantuma, ik ben een ras echte Leeuwelder. Ik ben Jan van Horst en ik woon in Huizen. Ik ben Henk van der Veer en ik vind mooi dat hier ook sneetjes praten. Ik ben Daniel Paapst, ik ben een Groninger, maar ik woon al anderhalf jaar hier in Leeuwarden. En Leeuwarden is gewoon te kerken, weet je wel. Ik ben Saakje Zijlstra en ik ben al hier in deze prachtige stad. Ook Leeuwarden. Oh, sorry, dat is Fries, ja. Fokje Dalstra niet hoor. Van Reden, Oud Leeuwarden. Fancy Boersma, Friesin, Leeuwarden en Nederlandse. Balkje Skaafsma en Bobpiek, maar zoet ik wat misschien Leeuwarden. Of bijna Leeuwarden, naar dit ik denk. Anna Hoekstra, de tweede woord Fries heette. En ik woon hier al 30 jaar. Is dat jij niet verloren, hè? Kom maar. Nou, Ik ben Jan Smit, ik woon sinds 2 jaar weer in Leeuwarden en ik ben vergoed schrabbelaar. Harry Wiersma van voor de oorlog. Johannes Beers, een van de cursisten. Lies Meemeda Huizemer. Gerard Torne, oude zeun, woont in Leeuwarden. Nou, het is het maar, ik ben een Bilkert. Veel interesse voor Leeuwarden. Ik ben Hanna Hoeksma en ik ben geboren in Leeuwarden. En het hopen ook nog. Melk van Helden, allochtoon. Rimke Hoeksma, geboren in Huizen West en ik woon nog steeds in Leeuwarden. Pier Telma, MP. Ik zit voor de MP hier in Rier en ik maak gebruik van het lemma, dus uit de electoraal. Die tweede zit die met hem met Leeuwarden, dus toch niet zit. Het is zo lang aan het woord, denk ik. Harry Drent, cursist. Ah, verder maar Leeuwarden. Dick Jaars, de Touwe Oosten. Rob Rijgaard, cursist, nieuw Leeuwarder en geïnteresseerd in de achtergrond en cultuur van Leeuwarden. Arjen Wendt, Enselindestraat, een dichter. Je ziet wel dat beeld bedient. Ja, ik weet het niet en ik kom hier de oude gaan met mijn hamel uit Leeuwarden. En ik ga er ook nooit weer uit. Zo. Suze Zinnema, echte Leeuwarden. Bent u Zinnema in Leeuwarden? Lutje Spandal, ik woon al 35 jaar in Stier, maar ik ben al niet Leeuwarden blijven. K.
Kader van der Heijden, van Huizen en Huizen. En een Leeuwarder, want dat Leeuwarder heb ik naar het zuid. Rien Bratema, ik ben een pingjongen. Ik ga de Hapenberg en een aantal andere huizen. Doet u het niet? Het ligt gewoon. Hij heeft het staan voor de dag. Helemaal goed. We binnen al. We zijn even rondwezen, ik ken die knopjes goed bedienen, dan komt er straks met het schrijven, komt ook wel goed. Ik weet alles om zich heen en denk welk bultje met fut. Hij voelt hem wel eens wat alleen. Het is dat het zijn wezen moet. La 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 la, hij het. O jongens, hij het. Tieners, tieners met zijn grote graafmachines. Oh, die tieners, tieners met zijn grote graafmachines. Tieners, ja! Woehoe! Dank je wel. En als je een beetje last van het syndroom van de zielde lachter hebt. Aaltje is een leuke meid, ach ja, dat heb ik altijd zei. Ze vloog al eens, wat lang niet vast, dan had ze weer een beetje last van het syndroom van Sint-Hildelaftoure. Keurig stond zij voor de klas, alsof zij Maria was, totdat zij weer de kriebels had, de regels van het zoeken. Het is het syndroom van Sint-Hildelaftoure. Aaltje, smeltgulle kaaltje, kelleke skelle, het is haast banaal. Aaltje, met het lelijke taaltje, kelleke skelle, het is haast banaal. Toen was hij eens haar jam, dan kreeg ik dat daar. Daaltje Sitma, eerste prijs en kom je uit Leeuwarden? Ik kom niet uit Leeuwarden. Nou zei je ja, gewoon, maar kom van beeld. Hoe kan dat nou, doe geen Leeuwarden gewonnen? Sorry, ik kan er niks aan doen. Ken je het Leeuwarden zo of heb je ook die cursus gevolgd? Ik ken het Leeuwarden ook wel, maar ik heb de cursus van het gevolgd. En ik had begrepen van de mensen die meededen dat ze heel bang waren voor honderden fouten. Ja, hoeveel fouten had je? Ik had 27 fouten. Nou, dat lijkt mij niet zo veel, want ik heb het gelezen en ik vond het moeilijk. Dus komt het nou ook enigszins door de cursus of had je het zo ook vanuit de losse pols kunnen schudden? Dat had ik zo niet uit de losse pols kunnen halen. Nee hoor, nee. Ik heb heel veel geleerd op de cursus. Ja, hoe je het fonetisch schrijft, hoe je het nou, kan onthouden, ezelsbruggetjes, die heb ik hier allemaal gebruikt. En die cursus die ging dat het uit van het historisch centrum Leeuwarden of alleen maar van Leeuwarden? Nou, het HCL is de, voor zover ik het goed begrepen heb, is overkoepelende organisatie van Art Leeuwarden en Leeuwarden. Oké. Via Leeuwarden ben ik hier aan. Maar ging die cursus dan eigenlijk alleen maar over het schrijven van het Leeuwarden of deden jullie daar ook nog, of hoorden jullie daar ook nog allemaal andere dingen? Het begon met het ontstaan van het Leeuwarden. En wat Leeuwarden nu wel of niet is. Hè? Want is Leeuwarden nu Fries of niet? Nou, dat is het dus niet. Het is geen Fries, ook geen Friese invloed. Het is ook Nederlands. Ja, ik mag je van harte feliciteren. Dank u wel. En geniet ervan. Dat komt wel goed. Dank u wel. Kijk nou eens Melvin, hoe dat nou weer komt. Wat verdik ik? Ik zit in Padori met een pootje in water.
Er zit een kat als een vis in de rol. Water dat steeds sneller bubbels te drinken. De kaliber was steeds veel beter. Want die van mij kon zwemmen. Ze dribbelen op het tafel. We staan hier met een winnaar, de winnaar van de Pommeranzen, zoals het genoemd wordt. En het is geen Leeuwarden. Waar komt u vandaan? Ik ben een reisechte sneker. Ik ben Noorderhoekjonkje. En ik woon alweer 4 jaar in Sneek. Ik heb 27 jaar buiten Sneek gewoond. Maar mijn hele jeugd heb ik dus in Sneek doorbracht. Dat was van mijn geboorte tot aan mijn 23ste. Ja, maar we zijn hier niet in Sneek. Het gaat hier om Leeuwarden. Hoe komt het dat u daar zo goed in bent? Ja, ik zeg altijd, alles wat leidt, dat leidt bij Sneek. En Leeuwarden, dat leidt ook bij Sneek. We noemen dat altijd dat plak 30 kilometer ten noorden van Sneek. Ik heb het ooit in Ves over Leeuwarden, heb ik het klompenhok voor de hel noemd. Nou ja, daar zit natuurlijk een stukje animositeit tussen Leeuwarden en Sneekers. Ja. Maar ik vond het fantastisch om vanavond mee te doen. Maar hoe komt het dat u dat Leeuwarden dan zo goed beheerst? Want ik had het blaadje eventjes, waar dan de goede spelling in stond. Ik had gewoon, geloof ik, geen één woord goed gedaan, hoor. Nee, maar het stads, want het Leeuwarden is ook het stads, het Sneekers is het stads, het Franekers. Er zijn een aantal nuances, verschillen tussen die verschillende talen. Maar er zijn wel zoveel overeenkomsten dat ik me... Dus daar wel met Rerken. En hoeveel fouten had u? Want in de omloop was het een beetje, was iedereen een beetje zo, oh jeetje, ik heb wel 100 fouten. En had u al gedacht dat u het heel goed had gedaan? Ik heb op mijn weblog, want ik heb dus een weblog al 7 jaar in het Sneekers. Daar had ik geschreven, had ik hier een meedoen, dan wil ik het ook winnen. Nou, en ik dat is gelukt. Dat is natuurlijk fantastisch dat dan ook nog een beetje lukt. Ja. En hoeveel fouten dat ik had? Nou, ik schat om bij de 20 hier. Nou, dat is aardig uitgekomen, toch? Dat is aardig uitgekomen, ja. Nou, ik mag u van harte feliciteren. En eigenlijk moeten wij als Leeuwarders, of Leeuwarders, een beetje beschaamd zijn dat niet één Leeuwarder heeft gewonnen. Nou ja, daar kan je niks aan doen. En je bent er niet minder om. En wij Sneekers, we accepteren dit wel. En deze prijs, daar ben ik verschrikkelijk blij met. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Oh.
gaan de prijs weer aanspreken.